kijk, ons leger! Holy shit! Wow, wow, wow! Jongens en mensen, super dat jullie kijken deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games 3, jongens. En vandaag ga ik iets super leuks doen, jongens. Ik heb namelijk een berichtje gekregen van een bedrijf genaamd Game Basics, die dus spelletjes maakt op telefoon. En ik heb een super ziek spel en dat heet Dynasty Duels. Hun hebben namelijk deze video gesponsord en ik neem eigenlijk nooit dit soort deals aan. Maar ik dacht van deze tijden is het natuurlijk een beetje een tijd van verveling. En ja, je raakt snel verveeld van dingen. Misschien kan dit spel jouw verveling wel wegnemen, jongens. Het is weer iets anders natuurlijk wat je kan gaan doen. En het is een super leuk spel, anders had ik namelijk nooit deze deal akkoord gaan, want ik vind het ook echt leuk om te spelen. De game is namelijk een mix van Clash Royale natuurlijk en Age of Empires. Natuurlijk, je hebt een deck, dus Clash Royale, en je kan gebouwen plaatsen en dat is dan meer van Age of Empires. En daar hebben ze een mix van gemaakt, wat super leuk is natuurlijk. Deze game is eigenlijk alleen maar online in Nederland. Dus als je in Nederland woont, je kan nu een voorsprong krijgen over de hele wereld, want de game komt straks waarschijnlijk ook uit over gewoon andere landen. Dus sowieso voor de Belgen die natuurlijk kijken, het komt eraan. Dus ik zou zeggen, start dit spel op. Natuurlijk maak een account aan en ga gewoon lekker spelen, zodat je natuurlijk een hele hoge ranking hebt. En als de game daadwerkelijk over meer landen uit is, heb jij in ieder geval al een voorsprong. Dus eigenlijk hoe de game werkt, je hebt verschillende dynasties, dynasty duels. En dynasties houdt in, zeg maar, verschillende geschiedenistijdperk. Je hebt bijvoorbeeld Romeinen, Egyptenaren. Dus gewoon geschiedenisonderwerpen natuurlijk in de game qua karakters. Dus die kan je gewoon allemaal vrij spelen. Je hebt ook muntjes die je moet verdienen, waardoor je zeg maar kisten kan openen. Dus het is ook nog best wel spannend welke units jij kan kiezen en kan krijgen natuurlijk. Game Basics heeft mij ook gevraagd natuurlijk om ideetjes op te doen. Of misschien dat jullie ideeën hebben voor bijvoorbeeld nieuwe units in de game. Dus de nieuwe karakters. Dus hey, ik zou zeggen, als je iets leuks weet wat misschien in de game kan komen, laat het in de comments achter. En wie weet komt jouw idee wel in de game. Ik denk dat we gewoon snel in de game moeten gaan duiken, want ik kan namelijk ook een super speciale kist openen. Kijk, zoals je ziet, zie ik nu in de game, ik heb bijvoorbeeld hier nieuwe op het veldslag. Nou, ik speel de game niet mega lang, maar ik vind het nu al geweldig om te doen, omdat je ja best wel snel kan leren hoe het werkt en ook best wel snel goed erin kan worden, dus dat is super chill. Dus ik zie hier nog een paar beloningen claim. Nou, gratis muntjes, hey, gratis geld is altijd goed. Let's go. Alright, even zien, we gaan terug. Ik kan volgens mij, ja, dit is trouwens mijn deck. Je ziet hier dus de poppetjes die ik heb gekozen om natuurlijk in de game te gebruiken. En ik kan ze ook hier trouwens upgraden. En dat is natuurlijk goed. Je moet natuurlijk zo sterk mogelijk zijn in de game. Want ja, hoe meer upgrades jij gooit op je karakters, hoe sterker ze worden, hoe meer jij wint. Ja, het is gewoon allemaal een voordeel. Dus ik zou zeggen, al je poppetjes gewoon upgraden als je dat natuurlijk kan doen. Dus dat gaan we dus lekker nu doen. Omdat ik natuurlijk 917 diamanten heb, kunnen wij dus een super zieke kist gaan openen. Dus dat gaan we ook doen, want dat is natuurlijk super leuk natuurlijk. Packen is toch altijd gewoon het leukste wat er is. Oké, we gaan erop klikken. Even zien. Koop kist. Weet je zeker dat je de epische kist wil openen? Epische kist, dat klinkt ook echt ziek. Oké, natuurlijk gaan we dat doen. Ik ben benieuwd wat we eruit kunnen gaan krijgen. Ik hoop iets ziek sterks. Oké. Deze had ik nog niet, ouwe. Deze is wel sick. Het lijkt op een soort boomhut. Ik denk dat het een soort van, als ik goed kijk, ik zie ook pijlen erin. Dat je hiermee een soort van, ja, nou, pijlenboog dingetjes erin hebt zitten. Ah, die is wel nice. Oké. Oeh, de krabben. Kijk, dit zijn dus de miners. En die zijn super chill om te hebben. Dus hier ben ik zeker blij mee. Want als we die kunnen upgraden, zou super nice zijn. Want met deze karakter kan je natuurlijk de edelstenen binnenhalen. Waardoor jij, nou, grondstof heet het eigenlijk. Ik noem het eigenlijk edelstenen. Ik weet niet, ik vind het op edelstenen lijken. En met die edelstenen kan jij dus steeds meer poppetjes inspannen. Dus dat is super chill. Dus als we die... Oeh, oké. We krijgen wel nice dingen. Nog eentje, de laatste. Aight. De Romeinse legertroepen. Dat is super chill. En nog natuurlijk de muntjes. Hey, dat is super chill. Right, ik denk dat we misschien nog wel één kist... Ja, weet je? Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon eerst een potje spelen. En dan gaan we daarna nog even zo'n zieke kist openen. Alright, ik denk dat we gewoon maar een potje gaan spelen. En dat heet ook nog lekker ten strijde, jongens. Dus let's go. We gaan er gewoon induiken. En ik ben benieuwd of we de eerste game nu gaan winnen. Ik ben echt ziek benieuwd. Oeh, we spelen op een piratenlevel. Dat kan je zelf ook aanpassen, trouwens. En dat is super chill. Oké. We spelen tegen Lucky Luke. Oké. Dat keek ik vroeger ook, trouwens. Oké, nu moet je dus eerst een... ja, krabby, ik noem het eigenlijk een soort van base maken natuurlijk, want dan kun je die krabbetjes dus inspannen. Dus kijk, klikken we daarop en dan gaan we even 4 van die krabbetjes inspannen. Hoppakee, en zetten die allemaal hierom neer. Oh, ik heb er 4 bij 3 plekken gedaan, dat was niet heel slim. Oké, nu krijgen ze weer zeg maar grondstoffen van die krabbetjes die je uit die mijn halen, om natuurlijk meer dingetjes in te spannen. Dus ik ga nu even hier allemaal troepen neerzetten. Kaba zetten we hier neer. Kijk, dit is een pijlenboog. Schutters, toren, die is wel chill. Volgens mij is dat een verdedigende toren, als ik het goed heb. Of ik heb juist allemaal aanvallers. Ik weet het niet echt. Ja, jawel, ik zie het wel. Ik heb heel veel aanvallende troepen. Het ding is, als ik eenmaal echt veel
aanvallers heb en allemaal tegelijk inzet, op een of andere manier lukt mij altijd dan om te winnen. Het is super chill. Die strategie, dat is echt de I don't give a fuck strategie, zou ik maar zeggen. Je rent er gewoon op af en je gaat gewoon alles killen, joh. Nu moeten we, dit is de tactiek, de I don't give a fuck tactiek, zoveel mogelijk troepen gaan spawnen, man. We moeten nu echt gaan. Oh, we worden aangevallen, shit. Oké, wacht, ik moet heel snel gaan reageren nu. Hop, hop, hop. Oké, alles neerzetten. Shit, ik was echt totaal niet aan het opletten. Dat was echt heel dom. Oké, hier, nu gaan we ervoor. Nu gaan we ervoor, jongens. Ik ga al die troepen inzetten. Mijn miners gaan ziek tekeer. En ik ga gewoon één vet leger laten aanvallen, jongens. Let's go. Hoppakee. Shit, wij worden... Oh nee, dat is onze troep. Ik dacht al, ze gaan op mij af. Oké, let's go. Hier, één dik leger erop af, jongens. Oh, kijk dit. Hun zijn echt geen kans voor mij. Hier, die krabbetjes van hem gaan... Loesoe, zou ik maar zeggen. Juist, meer inspanning, jongens. Oké, mijn krabbetjes moeten iets meer werken. Ik zet hier weer twee neer. Oké, even zien. Leger aanvallen, kom op. Die zit echt helemaal in de game, man. Oké, let's go. Die daar. Nog een krabbetje hebben nodig. Let's go, die zitten we daar neer. Kijk ons leger aanvallen, jongen. Hier, ze zijn totaal niet voorbereid. Kijk hier, daar heb je al zo'n leger op je nek zitten. Ja, easy. We hebben gewonnen. Ik kan het nu al zeggen. Kijk ons leger. Holy shit. Wow, wow, wow. Hij doet een gekke bommenaanval. En we hebben gewonnen. Easy peasy. Ik zeg het je. In het begin natuurlijk hoeveel meer je speelt. En deze tactiek je echt toepast. In het begin ga je zoveel winnen. Het is echt niet normaal. Kijk, je moet gewoon eenmaal... hun ging als eerste aanvallen. Dus ik was niet eens als eerste die ging aanvallen. Maar gewoon omdat je met zo'n leger gaat aanvallen... kan diegene gewoon bijna niks meer. Dat is echt onmogelijk te doen. Dus holy shit, die was echt ziek. We hebben een strijdkist unlocked. Oké, dat is wel vet. Die wil ik even openen. Alright, let go. We hebben weer van die monkeys. Ik noem dat altijd monkeys. Ja, ik heb altijd van die woordjes, van die namen of zo. Dat is zo raar gewoon, maar ik vind het wel leuk om te doen. Ik weet niet, ik vind bijnamen gewoon leuk om te geven. Oké, oeh, wat is dit? Oh, een zeldzame kist. Bro, we krijgen alleen maar kisten, ouwe. Kom maar door, jongen. Oké, ik wil eigenlijk een nieuwe karakter hebben. Want ik wil even weer een nieuwe... Oeh, nice. Krabbetjes. Altijd chill. Geef me iets nieuws. Oh, wow. Had ik deze? Dat is sowieso een defense toren. Dat zie je gewoon eraan. Oh, wacht. Ik wil even kijken. Had ik die al? Volgens mij niet, hoor. Nee, kijk. Zie je? Oh, shit. Oké, we hebben dus wel een nieuwe. Oké, dat is super chill. Ai, dat is super nice. Ai, daar ben ik wel blij mee. Holy shit. Oké, we zijn al... Blijven betalen, jongens. Open een beetje al... Alright, jongens. Ik had natuurlijk na de game beloofd om nog een kist te openen. Dus we gaan nog even een epische kist openen. En ik hoop echt dat we weer een ziek nieuw poppetje krijgen. Dat zal super nice zijn. Dus ik ben benieuwd. De eerste is... Oh, juist, dit is een nieuwe. Dit is een nieuwe. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Levensfontein. Oh, dat is ziek chill. Ik denk... Ik weet, als ik een beetje raad wat het zou kunnen zijn... Is het denk ik dat je daar meer levens van krijgt. Maar is dat dan op je base, dus zeg maar dat piratenschip. Of je units, dus je poppetjes die je inzet. Ik heb geen idee. We gaan het zien. We gaan het zien, jongen. Alright. Oké. En nog geld. Oké, we hebben dus één nieuwe gekregen. En daar ben ik wel blij mee, man. Een levensfontein. Het klinkt ook wel ziek, hoor. Even kijken. Wat doet deze? Kan ik even zien? Gebruik informatie. Oké. Drinken van deze fontein lest... Niet alleen je dorst. Heb je last van nahoesje, rugpijn of heb je toevallig een dozijn meststeken in je maag? Oké, dat is niet heel fijn. De levensfontein knapt je weer op. Oké, dus dit is dus voor je units. Dus je poppetjes die je inzet, die kunnen dus bij deze weer healen. Dat is ziek chill, man. Oké, nice. Zoals je ziet, ik heb natuurlijk één potje laten zien. Maar als je hier steeds meer van speelt, je wordt steeds beter en je krijgt meer karakter. Zoals je hier ziet, hebben we gewoon twee nieuwe dingen gekregen. En kijk hoeveel we er nog hebben. Het is niet normaal. Dus ik zou zeggen, jongens, download sowieso het spel. Er staat een linkje in de beschrijving naar deze game. En anders moet je gewoon in je store natuurlijk op je telefoon checken. En jongens, ik vond het super leuk om te spelen. En wat ik ook zei, heb je gave ideeën voor deze game natuurlijk om nieuwe karakters in te brengen? Laat het zeker even in de reacties achter. En wie weet komt jouw idee wel in de game. De game is gratis, jongens. Dus ik zou zeggen, begin met space, dat is super dood. En wie weet komen we een keer elkaar tegen. Dat zou super lachen zijn, jongens. Dus bedankt voor het kijken. En hopelijk hebben jullie hier wat aan. Hebben jullie toch weer een nieuw spel. Om natuurlijk je verveling iets meer weg te nemen. Jongens, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zeg tot de volgende keer. Later, mensen.